Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sessie Delft en welkom bij een nieuwe Loot Chest Unboxing. We gaan vandaag weer verder. We gaan weer een tweede lootbox openen. De vorige lootbox was van augustus. We hadden een augustusbox geopend en nu gaan we de septemberbox openen. En de septemberbox van Loot Chest is de allereerste Nederlandse box. Dus vanaf nu kan je ook in Nederland een loot chest elke maand krijgen. En omdat jullie een geweldige support gaven aan de vorige video, hebben we de septemberbox gekregen, de allereerste Nederlandse box. En dan heb ik de vorige keer natuurlijk moeten raden met de blinddoek om. En ik wou gewoon dat jij dat ook ging doen. Jij moet dat ook doen. En dan hebben we dit. Waarom heb jij niet een blinddoek? Waarom wou jij dit specifiek? Dit is makkelijk. Oké, maar dan moet je wel je bril afdoen. Ja, anders kan ik eronder. Ja, anders kan je eronder kijken. Dus we gaan kijken wat er allemaal in zit en kijken of Larissa het dan een beetje goed kan raden. Want het is nog moeilijker dan je denkt. En ik ga net zo doen als Larissa. Wat zit er allemaal in de loot chest van september? Ik ga even kijken. Oh, je mag wel kijken. Ja, nu mag ik wel kijken. Wat erg, hè? Wat voelt dat erg? Oh, ik wil dat ook weten. En dan ga ik erop reageren. Oh! Lief! Oh. Oh. Lief! Ja? Ik wil ook kijken. Wat is dat? Ja, dat is het eerste wat ik je geef. Sorry, ik doe de doos even dicht. Het eerste wat ik ga geven aan Larissa. Ja? Raken. Dit is Ja, wat is dat? Dummies. Dummies. Dat zo heet het niet. Oh. Het ruikt naar aardbei. Ja, dat heeft ook wel zeker weten die richting op. Zeker weten. Ga je het open te maken? Oh ja, pas op, er vallen dingen uit. Ah, dit zijn dummies. Oh, ik stik het niet in mijn mond. Nee. Het ligt hier. Ja. Dat zijn geen dummies. Nee, dat zijn geen dummies. Het zijn Willy Wonka nerds. Het zijn nerds, ja. Het zijn nerds. Oh my god, ik hou van nerds. Van deze nerds. Oh, oké. Ja, het zijn nerds. Heel cool. Nerds. Nerd snoepjes. Je hebt de snoepjes al binnen. Ja, natuurlijk. Zij claimt alles. Heel zuur. Oké, doe je ding maar weer op. Dus dan heb je lekkere nerd snoepjes. Lekkere nerds opeten. En dan gaan we nu de volgende. Het is een... Wat is het? Het is heel grappig. Geef. Ja, wacht. Hey, niet zo grabby doen. Elke keer als ik daar in die film kijk, dan denk ik dat jij gewoon kijkt. Alleen dat komt doordat je wel nog wenkbrauwen hebt. Dus het zijn wimpers. Ja, wimpers. Dus dan denk ik dat je ogen hebt daar. Sokken! Sokken! Het zijn sokken! Goed zo! Het zijn best lange, lekkere, dikke sokken. Nee, dik zijn ze. Oh, ze zijn lang. Okay. Maar wat voor printje staat erop? Totally Spies. Totally Spies. Denk aan een klassiek spelletje. Mario. Nee, echt nog klassieker. Donkey Kong. Nog veel klassieker. Pac-Man. Ja! Het zijn Pac-Man sokjes. Wow, mijn maat. Jouw maat. Onze maat. Onze maat. Ik kan hem allebei één aandoen. Ja, dat is echt cool, maat. Ik bedoel, lief. Wow, die zijn echt vet. Ja, die zijn echt heel vet. Wow, die cool. Ik vind die ook cool. Dus dit wordt nog een gevecht. Ik ga het hebben. Ze claimt alles. Dus dan heb je snoepjes en dan heb je lekker voor de kou die gaat komen, heb je lekkere sokjes. Sokjes! En dan gaan we verder naar het derde item. Derde item. Heel even kijken wat het is hoor. Oh, ik weet al wat het is. Ik weet wat het is. Is het een mok? Je mag hem hebben. Wat is dat? Het is een beker. Een beker? Een mok? Een blik, een spaarpot. Ja, een spaarpot! Wow! Ze is echt goed! Het is een spaarpot, want je kan daar wat in doen aan de bovenkant. Maar van wat is het een spaarpot? Oh, er zit ook meteen heel veel geld in! Grapje. Science fiction. Van Star Wars. Ja, meteen. Star Wars, holy crap, jij bent echt on fire. Het is niet normaal hoe snel je dingen raadt. Het is een Star Wars, ja. Een spardoos. Vet. Ja, en dan staat hier Chewbacca!
kant 1, kant 2. Heel is erg de good cool. Side. Nou ben ik persoonlijk geen fan van Star Wars, maar ik wil ze wel stiekem, aangezien ze op Netflix allemaal staan, toch wel een keer gaan kijken. Ja, we gaan sowieso nog wel een keer kijken. Ja. Are you ready? Doekie op! Dus wat hebben we gehad? We hebben de snoep gehad, we hebben de Pac-Man sokken gehad en we hebben de Star Wars geld ding. Spapot. Spapot. Hebben we gehad. Dus wat is er dan allemaal nog meer? Aangezien dit er eigenlijk bij hoorde, bij de vorige, wil ik deze ook nog even geven. Dit is toch ook wel vet? Dit bij de vorige keer? Bij de eerste keer. Nerds! Ja. Hoef je niet zo hard te zeggen. Ze hoorden nog bij de vorige keer. Dus er zat nog een versie van Nerds bij. Twee verschillende smaken. Eentje is Lemonade Wild Cherry. 1 bord, 41 calorieën. Zo, 45 calorieën. Daar doen we het voor. Larissa probeert af te vallen. Ja, twee verschillende soorten nerds. Oké, okay, die nerds kwamen even tussendoor. Nog meer nerds. Wow. Lief! Dat is wel echt heel cool. Wat is dit? Het is een vlag. Het is een vlag! Er zit een vlag in! Dat kon ik echt niet raden trouwens. Maar wat? Een zakdoekje. Nee. Doen we andersom. Ja. Het inderdaad. Is geen vlag, het is een barbecue dingetje. Ja, hoe noem je dit nou? Een short. Een short. Ze heeft een short aan. Ga je staan? Ja, wat ben jij... Cool. Wat ben jij cute. Cute. Nee. Waar denk je dat van is? Het is van My Little Pony. Nee, het is... Denk aan DC. Spider-Man. Nee, dat is Marvel. De Joker? Oeh, wel, dat universum, ja. Nee, maar wat is de vijand van de Joker? Of, ja, wat... Spider-Man? Nee, de Joker zit niet bij Spider-Man. Wat? Superman. Oeh, heel close. Wie... Batman! Ja, Batman en de Joker. Wow, die kan je moeder aan doen als kok. Ja, Batman. I'm Batman. Je ziet het hier gewoon staan, het is geen poster. Ja, ik zag alleen dit, oké. Okay. Het is een mooi coke dingetje. En het is met Batman logo. Batman! Je kan het ook als cape gebruiken. Gewoon andersom. Gewoon andersom opdoen, heb je hem als cape. Ja, dat dient het ook voor. Ja, precies. Dan hebben we de Batman cape gehad. Laten we het gewoon even een cape noemen. We hebben de sokken gehad, we hebben de snoepjes gehad. En spapot van Star Wars gehad. Dat is zo vet, hè. En we gaan nu verder kijken. Snoep! Rustig, ik kijk er nog maar. Check dit. Wat? Wacht oh. Even. Oh. Ja, wat is dat? Het is een dingetje voor dingetjes te openen. Dingetje voor dingetjes. Een bier openen. Ja, het is een opener. Oké. En er staat Pokémon op. Nee, bijna. Denk wel tekenfilmserie. Chen-chan. Nee, denk aan wat jongens heel stoer vinden. Dragon Ball Z. Ja, what the fuck? Hoe snel weer? Dragon Ball Z. Het is natuurlijk die Dragon Ball. Met die, ja, met die sterretjes. Oh, dat ken je allemaal niet. Het is een bottle op. Ja, ik doe het gewoon ja, met de hand altijd. Ja, oké. Okay. Het is een bottle opener van Dragon Ball Z. Weet je hoe stoer het is? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dat, zo gaat het deuntje niet eens hoor, van Dragon Ball Z. Oké. Okay. Dat is gewoon letterlijk nu zo bedacht. Oké. Okay. Next. Wat hoop je nog dat er allemaal in zit? Knuffel. Een knuffel. Dat een knuffel in. Maar gewoon een echte knuffel. Oh, oké. Okay. Nou, dat zit er helaas niet in. Maar wel iets heel cools. Wow. Wow. Jongens en meisjes, dit is heel cool. Dit vind ik echt heel cool. Klinkt klein. En het is ook echt mega klein. Het is super duper klein. Geef het aan mij. Ja, nee, eventjes nog laten zien. Heb eens. Ik wil even. Dat is mijn neus. Nummerplaat. Nee, het is geen nummerplaat, maar wel in het stijltje een inderdaad. Een bordje met het op. Ik ga lezen, ik ga braille. Oké, ga braille lezen. Heb je het goed vast? Je hebt het goed vast, ja. Een B. Dat is totaal... Ze zit op een mannetje te wrijven en ze zegt een B.
Dit is een T. Dat is ook een mannetje. Wat is dat de tekst dan? De tekst die staat hier. Dit. Maar dat is klein. Ja, dat is veel kleiner, tekst. T. Nee. O. Ja. Dat klopt. Overwatch. Nee, er staat veel meer tekst op dat hele ding. Ik weet het niet. Nee. Denk aan een spelletje. En denk aan een spelletje waar je heel erg je hersenen moet gebruiken. Waar is het? Oh, sorry. Waar je heel erg je hersens moet gebruiken. Welk spelletje denk je dan aan? Nee. Waar je moet puzzelen. Een spelletje. Nee. Een spelletje waarbij je van de ene kant in de kamer naar de andere kant kan. Oh, Portal. Ja, Portal! Het is een Aperture Science warning sign. Safety first, accidents hurt. Dat is Aperture Science. Kijk, Aperture Science van Portal. Zo vet dit, hè? En die kan je dus helemaal inschroeven ergens in. Zo vet, hè? Super vet. Dit vind ik echt heel vet. Oké, are you ready? Ja. Want we zijn er bijna doorheen. Echt? Ja. Is dit de laatste? Ja, dit is de laatste. Helaas geen Funko Doll. Nou, dit is weer zo'n comicboekje. Een stripboekje natuurlijk, zit er ook altijd in. Van DC. Ja, sowieso van DC. Alleen... Batman. Nee, dit is die vrouw die helemaal gehyped wordt. Harley Quinn. Ja, ik denk ik zeg het op dezelfde manier zoals jij dat bij mij zei. Dit is een stripboek van Harley Quinn en dit keer is hij in het... Engels. Engels. En Harley Quinn stripboeken zijn altijd, ja, heel erg vrouwen en... Ja, dat is Harley Quinn. En dus wat kon je allemaal in Loot Chest krijgen? We gaan dat even bekijken. Featured channel. Dit is allemaal nog wel in het Duits. Je kon een Batman Coke shirt krijgen. Marktprijs 18 euro. Een Dragon Ball Z flessen opener. Marktprijs 9 euro. Harley Quinn comic 4 euro. Een Star Wars Sparbox 9 euro. Mini Nerd gratis. Marktprijs gratis. Serieus, kun je die gratis krijgen in Duitsland? Pac-Man sokken 7 euro. En als plus, als je een plus abonnement hebt, dan kreeg je voor 13 euro de Aperture Science Portal Schild. Blechschild. Blechschild. Heel erg cool. Echt super vet. Loot Chest dus. Wil jij nou ook Loot Chest ontvangen? Dan moet je eventjes onze kortingscode gebruiken. En deze maand is het wel Spooky1611-10. En dat staat in de beschrijving. Staat misschien ook in beeld. Als je die gebruikt, dan heb je 10% korting. En dan kan je ook al die vette shit krijgen. Het is super cool. Laat even een duimpje omhoog achter. Laat even een leuk bericht achter. Als je ons hiermee support, wie weet mogen we volgende maand weer een mooie unboxing doen. En dan zullen we wat anders creatiefs bedenken. Nu hebben we 2 keer een blinddoek gedaan. En dan is er weer iets anders wat we hebben bedacht. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter. En tot de volgende keer. Doei doei! Hé? Vogelzaad. Ja, vogelzaad.